Canada heeft ontzettend veel te bieden voor de reiziger. Fantastische natuur, immense hoge bergen, gletsjers, watervallen, mooie meren, prachtige natuur, oerbossen. Vooral voor de actieve natuurliefhebber is het zeker een plaats die je niet mag missen. En je rijdt daar een uur en dacht ik, je komt twee auto's tegen en verder niks. Ja, dat is een heel speciale ervaring, maar dat vinden wij heel erg mooi. Wild en de natuur. En als je daarvan houdt, dan is het een prachtige omgeving. Dan ben je gewoon aan het eind van de dag ben je moe van al die indruk die je opgedaan hebt. Je ziet bergen, je ziet natuur. Ja, we hebben eens een keer een beer gezien natuurlijk onderweg. Dan vangt zo'n grizzlybeer, een oude beer, die vangt zo'n zalm. En dat is een kwestie van seconden, dan heeft hij de kop er al af. Hè? En dan krijgt die jongen, die krijgt ook nog wat. Dat is prachtig. Als je dan ziet, dat geeft je toch een heel speciaal gevoel van, ja, die beesten, ja, die zijn daar en dat is hun natuur en daar wonen ze. We maakten een wandeling van een kwartiertje naar een top en toen waren we daar en keken we naar beneden naar Peto Lake en dat is wel het meest fantastische meer wat ik ooit heb gezien. Het lijkt zo nep qua kleur, het is zo azuurblauw, dat, hè, wat je normaal ziet op plaatjes in brochures, waarvan je denkt, dat is mooi ingekleurd, zo echt is het daar. Echt iedereen die hetzelfde pad naar mij nam en boven kwam, die deinsde bijna terug van, oh, dat kan niet, het is zo onwerkelijk, zo mooi die kleuren. En in Canada heb je heel veel van die meren eigenlijk, die allemaal verschillend qua kleur zijn, maar in een prachtige omgeving en ja, dat is wel echt ook Canada. Je ziet op water, net, ja, kijk je om je heen, allemaal bergen, ijsblokken, de gletsjer zie je. Rust. Rust, stilte. Echt mooi. Ik vind het zo leuk om mijn enthousiasme zeg maar over te brengen. Er is echt van alles voor ieder wat wil. De ruimte en de natuur, dat is echt fantastisch. Zoveel ruimte.